Okay, on to Volkende Nummer heet Emergency van Blythe Pepino. En dat was We Are Coming in Zuid-Afrikaanse lied. I'm sorry, my friends, I didn't want to stop you when you were having such a fine time, but this is an emergency. Emergency van Blythe Pepino. Ja, dankjewel. En nu we zingen een lied van mij. And now our love is stronger than our fear. En nadat we zingen Justicia Climatica. Grief wrong and gone.
Justitia climatica. Son, and now our love is stronger than our fear, and justicia climatica. Will you leave me a leeches? Yeah, coot, coot. Okay, we sing Nochmal Leeches. Nochmal Leeches. Nochmal Leeches. Sina, we are coming, Nochmal here. Yeah. Off the earth is our mother. Off the earth is our mother. Oh, yeah. Yeah. Ontzettend bedankt. Dat was de Beautiful Treble Choir. En die gaan vandaag met ons het hele programma door en ons vergezelen met mooie liedjes. Afgelopen maand stonden ze nog bij een Shell pompstation te zingen dat in de grond moet blijven. En vandaag brengen ze wat activistische, mooie, muziekrijke energie mee. Ze komen zo terug in de pauze en helemaal aan het eind van het programma. Dus een virtueel applaus voor de Beautiful Treble Choir. Dank jullie wel en tot zo in de pauze. En hallo allemaal, welkom bij alweer een volgende aflevering van Klimaatstrijd in Crisistijd. Een panelreeks die is opgezet door een coalitie vanuit de klimaatbeweging om na te denken en verder te werken aan actie in deze tijden. En
Vandaag hebben we weer een ontzettend mooi programma voor jullie in elkaar gezet. We beginnen met een panel. 3 hele interessante sprekers vandaag. De 4e heeft helaas moeten afzeggen. Maar dat geeft ons iets meer tijd om het gesprek uitgebreider te voeren. En hopelijk ook met jullie inbreng. Vervolgens hebben we weer een muzikaal intermezzo. Daarna een gedeelte waarin we onder andere ook met vragen vanuit jullie aan de slag gaan. En polls. Dus blijf vooral met ons en stem ook vooral mee. Dat is heel interessant om te zien waar we met z'n allen staan en hoe we het gesprek verder kunnen inrichten. En stel je vragen vooral via de Q&A-optie, via Zoom. Daar kun je ook stemmen op verschillende vragen. En aangezien de tijd helaas beperkt is en jullie altijd hele interessante vragen hebben, vraag ik jullie ook om te stemmen op de vragenlijst. Door aan te geven welke vraag je graag beantwoord wil zien, kan ik daar rekening mee houden. En dan selecteren we wat jullie graag gehoord willen hebben. En dan gaan we een mooi gesprek aan met z'n allen. Doe vooral mee, ook via de chat. Houden we ook allemaal in de gaten. En voor je het weet zijn we alweer aan het eind van het programma. En ik ben heel blij dat jullie met mij zijn. Mijn naam is Kothar Boussalicht. Ik ben jullie host voor vanavond. En ik heb een mooie set aan gasten vanavond. De eerste die we gaan spreken is helemaal vanuit België. We gaan over de grenzen vandaag. Bram Michielsen. En Bram die heeft vorig jaar elke week een tijdje achter elkaar gestaakt. Met hem 10.000 scholieren in België. En vandaag gaan we horen hoe dat was, wat we daarvan kunnen leren en wat we misschien ook als klimaatbeweging hier anders zouden kunnen doen. Vervolgens spreken we John van Mullum, die is campagneleider bij de FNV. Die is ook betrokken geweest bij de Klimaatmars afgelopen jaar. En vanuit de vakbond worden wat vaker ook stakingen georganiseerd. Dus we zullen ook nader bespreken wat we daarvan kunnen leren en hoe we daarin verder kunnen gaan. En dan hebben we Janneke Prins. Janneke Prins is sinds 9/11 politiek actief. En dat doet ze bij de Internationale Socialisten. En van daaruit is ze ook betrokken bij het Global Eco-Socialist Network. En ze is ook betrokken bij Maastricht for Climate. En met haar gaan we het hebben over hoe we dus op verschillende niveaus die klimaatstakingen verder kunnen doorzetten. En we hebben dus iemand uit België. We hebben John uit, ik weet even niet uit het hoofd waar John ook alweer vandaan komt. Ga ik het vertellen? John, wat was het ook alweer? Uit Den Haag. Oh ja, Den Haag. Nou, we hebben een Hagenees, we hebben een Belg in de groep en iemand uit Maastricht. En laat vooral ook weten waar jij zelf vandaan komt. We hadden vorige keer mensen uit het Verenigd Koninkrijk, vanuit Duitsland, als ik me niet vergis. We hadden ook wel eens iemand uit Zweden. En zeg vooral ook even gedag, dat is gezellig in de groep. En doe vooral mee met het gesprek. En laat ook vooral weten waar je zelf mee bezig bent. Want er zijn in deze chat ook mooie dingen ontstaan, initiatieven, ideeën voor acties. Dus zie het ook als een plek om lekker samen te komen met mensen die het klimaat goedgezind zijn. Goed, dan rest mij niet veel meer dan het programma te introduceren. We hebben gezien dat, dat wereldwijd vele scholieren de straat op zijn gegaan en zijn gaan staken. Dus niet werk zijn gaan neerleggen, maar schoolwerk zijn gaan neerleggen. En op die manier is het hen gelukt om het klimaatthema hoger op de agenda te krijgen. Maar het was ook een nieuwe manier van een nieuwe manier van actie voeren, namelijk de staking. En de vraag is, zou het ook mogelijk zijn om een staking ook voor werkende mensen wat meer als middel te gebruiken? Afgelopen jaar is dat ook onder andere gedaan met de klimaatstaking. Is dat een ontwikkeling die we verder door kunnen zetten hier in Nederland? Wat zijn daarin de uitdagingen? Wat zijn daarin de kansen? Dat zijn onder andere wat vragen waar we het vandaag verder over zullen hebben. En het leuke is dat we dus daar bij Bram mee beginnen. Bram, kun jij even jouw camera aanzetten? Ja, heel tof. Ja, en als je ook even unmute, dat is fijn voor het gesprek. Dan kunnen we meteen het gesprek in. Hey Bram, voor we beginnen, hoe oud ben jij en hoe lang ben jij actief? Ik ben zelf 18 jaar en ik ben ondertussen al 2 jaar actief in de klimaatbeweging. Oké, dus op je 16e dacht je van, wij moeten even de wereld redden. Ja, ik was altijd al heel erg actief op sociale media met de klimaatbeweging. En op mijn 16e was ik eindelijk genoeg om vrijwilliger te worden bij Greenpeace. Dan ben ik dat ook gedaan. En dan, wanneer dat de schoolstaking begonnen op mijn 17e, ben ik ook actief geworden bij Youth for Climate. Oké,
Tof. Hey Bram, afgelopen jaar was natuurlijk bijzonder, want onder andere vanuit Greta's initiatieven is wereldwijd heel veel gestaakt. Kun jij ons een beetje meenemen naar hoe dat is gegaan? Hoe zet je zo'n beweging op, onder andere vanuit België? En hoe krijg je mensen mee, zo massaal en succesvol? Hoe dat het eigenlijk bij mij is gegaan, waarom dat ik naar die eerste markt ben gekomen. Dus ik had natuurlijk dat filmpje van Anuna gezien en zij riep op om op straat te komen. En ik had Greta al, ik had er al van gehoord naar die acties, maar ik wist niet dat dat mogelijk was om een scholenstaking te doen. Ik had altijd zo'n beetje twijfel, zou ik dat wel doen, omdat ja, dat heeft toch wel risico's. Maar toen dacht ik van ja, als zij het doen, dan kan ik niet achterblijven, dus ik ga ook gaan. En we waren daar ineens op dat plein met 3000 mensen. Met allemaal jongeren die dat zeiden van waar dat we nu naartoe gaan met ons klimaatbeleid, dat slacht helemaal nergens op. Onze Belgische politiek, als die er al is, die was helemaal niet juist aan het handelen. En dat gaf zo'n energie om te voelen van dat ik niet de enige was met die zorgen, omdat in mijn eigen omgeving, ik zit nogal in een conservatieve omgeving, hadden niet veel mensen dezelfde zorgen. Maar dat gaf zo'n energieboost dat we met zoveel mensen waren, dat ik dat ook elke week ben blijven doen. En elke week, tot een gegeven moment, beleven er maar mensen bijkomen. En het is denk ik die energie en dat gevoel van eindelijk het klimaat in de actualiteit te brengen, dat voor heel veel jongeren de energie gaf om daar naartoe te blijven gaan. Maar de moeilijkheden komen natuurlijk pas achteraf als je zoveel weken op straat bent gekomen en als je klimaat op de agenda wilt blijven krijgen. En Nina die zegt in de comments wat bijzonder om er helemaal vanaf het begin bij te zijn. Kun je ons een beetje meenemen in hoe jullie zijn gegroeid als Youth for Climate in België ook? Er is een soort passie en een soort gevoel van we moeten iets. Maar hoe geef je daar vorm aan en hoe organiseer je dat? Wel, dat was een heel lastig proces. Ik zat zelf nog niet in de kerngroep vanaf de eerste marsen, want dat, bij een beweging dat, loopt allemaal heel organisch. Maar ze zijn dus gaan beginnen zien, van, ze zagen van er zijn zoveel jongeren op de straat. En de boodschap die dat Greta Thunberg ook is, van wij zijn jongeren, wij zijn geen wetenschappers, maar wij zien dat er iets mis is. Dus wat wij dachten van, we hebben nu dit podium gekregen, wij kunnen nu zoveel mensen bereiken. We zetten een panel op met al die wetenschappers. Dat waren een tientallen wetenschappers die dan een panel hebben gemaakt van wat moet er in België gebeuren om klimaatneutraal te zijn en in lijn te liggen met het klimaatakkoord van Parijs. En dat hebben we gedaan dan. En daarmee zijn we naar alle partijvoorzitters geweest in België en zijn we dat gaan overhandelen. En zo hebben we ons een beetje onze eisen verenigd en onze beweging wat meer legitiem gemaakt. En voor de rest zijn we proberen te gaan zien hoe kunnen we onze beweging gaan structureren. We hebben lokale groepen opgestart die dan meegecoördineerd worden door een nationaal team. We zijn constant ook bezig met de manier van hoe kunnen we onze structuur verbeteren, hoe kunnen we daarin verder gaan. Maar natuurlijk, we blijven jongeren. We zitten ook nog allemaal op school. Dus voor ons zijn allemaal vergaderingen na school. Dus er gebeuren ook wel heel wat fouten. Maar stapje bij stapje leren we uit het proces. En om nou te voorkomen dat de mensen die nu aan het luisteren zijn dezelfde fouten maken, die natuurlijk ontzettend ook aan de slag gaan met stakingen, Ina. Wat zijn de grootste lessen die jij mee zou kunnen geven op basis van de ervaringen die je hebt opgedaan? Luister naar de mensen die het al eerder hebben gedaan. Er zijn zoveel bewegingen op gang gezet, en dan niet alleen klimaatbewegingen, maar ook de mensenrechtenbewegingen. Je hebt nu ook Black Lives Matter. En dat zijn allemaal bewegingen die daar ervaring mee hebben, die dat door hetzelfde proces zijn gegaan. Greenpeace is ook zo opgestart. Luister naar hun. Natuurlijk, je moet niet hun eisen overnemen, want je hebt je eigen eisen. Ze kunnen natuurlijk samengaan. Maar vraag hoe dat je intern kunt organiseren en hoe dat je daar het beste mee omgaat. Dat is de grootste raad die dat ik kan geven. Ja, en kun je het misschien ook concreet maken? Van wat is een les waar jullie heel veel aan hebben gehad? Door dus te kijken of door zelf een keer een fout te maken? Zie de dingen, want als je een beweging opstart, krijg je ook heel veel kansen. En zie ze niet als een persoonlijk privilege. Maar zie ze als werk, als iets dat je moet doen. Want in België zijn we een beetje kapot gemaakt door de media. En dan maakt je groep intern ook kapot. En luister niet te veel naar al die haatcommentaren. En laat je niet te veel verdelen door de media. En zie dat je een hechte groep blijft. Dus ook het sociale component, hè? In het werk wat je aan het doen bent en het strijden voor een hoger goed. Dat is ook een interessante, dat je niet verzandt in de structuren en, en de acties. Ja, want je bent zoveel bezig dat je na een tijd vergeet voor jezelf te zorgen en dan
word je ziek. En dan, er zijn letterlijk jongeren die dat bij ons ook een burn-out hebben gekregen. En dat zijn zaken die dat je echt moet vermijden. Ja, want hoe oud zijn de jongste jongeren bij jullie actief? In de beweging, toen de beweging was opgestart, waren de jongste 16, 17 jaar. Maar er zijn nu ook jongeren uit 2005 die dat er zijn bijgekomen. Dus ik ben niet zo heel goed in hoofdrekenen, maar er zijn dus ook 14 en 15-jarigen bij. Ja, ja, ja. Nou, dus een van de risico's, dus nog even los van het wettelijke, is dat je er... dat je persoonlijk raakt, dat je dus inderdaad misschien een burn-out krijgt en dat je grenzen kunt bewaken. Maar je gaf net ook aan het begin van het gesprek aan dat voor je actief werd, dat je je nog afvroeg of je dat nou wel moest doen. En hebt nagedacht over potentiële risico's. Kun je dat concreet maken en aangeven wat dan toch de doorslag was om wel in actie te komen? Want dat is denk ik ook een soort boodschap naar iedereen die twijfelt. Van hey, durf ik wel te staken? Wat als dit gebeurt, wat als dat gebeurt? Welke antwoorden vond jij die wel overtuigend waren om toch keer op keer dezelfde keuze te maken en wel die risico's te lopen? De risico's die ik heb genomen op het moment dat ik het uiteindelijk wel deed, is omdat er heel veel media-aandacht was. En dat ik zoiets had van, als het nu niet gaat gebeuren, dan gaat het waarschijnlijk niet gebeuren of veel te laat. Nu is het eigenlijk ook veel te laat. Dus dat was voor mij het gevoel van een groep en er niet alleen voor te staan en dat er meerdere jongeren zijn. En als er één iemand risico's loopt, dat iedereen dat wel zal lopen. En dat was het probleem een beetje ervoor, dat klimaat echt totaal niet besproken werd. En als er iets zou gebeuren, ja, dan was je gewoon iemand die dat spijbelde. En dan kunnen ze je veel makkelijker straffen of je schorsen. Terwijl dat niet mogelijk is, omdat we nu echt met een groep waren. Het is ook een zwaar beladen thema. Dus stel dat ze dan jongeren die dat opkomen voor hun toekomst straffen zouden geven. Dat zou heel bizar zijn. Dus dat was wel voor mij iets dat ik weet van... Ik doe iets wat niet mag, maar omdat het heel legitiem is, ook omdat er zoveel media-aandacht was, wist ik dat de kansen klein zouden zijn dat er echt van de overheid uit zware straffen zouden komen. Mm-hmm. En je gaf net al aan dat het belangrijk is om je heen te kijken als beweging of organisatie en te zien wat anderen doen en wat je daarvan kunt leren. Hebben jullie ook heel specifiek met Belgische vakbonden samengewerkt of daarbij gevraagd hoe zij dat doen? Ja, net zoals we met iedereen van het middenveld hebben gepraat, met andere NGO's, hebben wij ook met vakbonden gepraat. Omdat natuurlijk vakbonden in België toch, die strijden ook voor een betere omstandigheden voor werkgevers en voor bedrijven en dat dat beter werkt. Dus daarvoor heb je ook in de klimaatstrijd, ook al is nog niet iedereen daar even van hard op de hoogte, niet elke vakbond gaat er ook mee samen. Dus we hebben zeker samen gezeten. Voor bepaalde marsen is er ook samengewerkt. Maar er zijn ook nog wel verschillen, dus de samenwerking is ook wel beperkt gebleven. Maar we zitten zeker regelmatig samen en we bekijken wat we samen kunnen doen. Mm. En hoe zou jij idealiter willen dat die samenwerking is met de vakbond? Want we hebben het vandaag heel specifiek over staken en het bundelen van krachten. Dus stel je zou een wensenlijst mogen opgeven. Wat zou je het liefst willen? Wat zou ontzettend helpen in die samenwerking met bijvoorbeeld de vakbond? Ik denk dat het zou helpen dat de vakbonden ook mee opdagen dat wij bijvoorbeeld op een donderdag of op een vrijdag op straat komen. Dat zij zeggen van, kijk, het klimaat is minstens even belangrijk als bijvoorbeeld de werksomstandigheden. Dus dat zij zeggen van, het wordt ook mee een nationale staking voor het klimaat. Dat zou enorm hard helpen. Ook juist om de generatiestrijd er een beetje van af te halen. Want nu is het precies de jongeren tegen de ouderen. Maar dat we tonen van, kijk, we leven allemaal op één planeet. We moeten er allemaal samen vergaan. Dus mijn wens zou zijn dat natuurlijk de vakbonden volledig mee al die stakingen steunen. Oké. Okay. Interessant. We hebben later in het panel hebben we ook een poll hierover. Dus dan kunnen we ook even kijken wat daar vanuit het publiek over wordt gedacht. Bram, als het gaat om die stakingen, dus dan heb je keer op keer laten zien van hey, wij willen echt verandering. Hoe vertaal je dat momentum naar politieke en institutionele druk die ook echt blijft? Want hoe zorg je ervoor dat die impact ook voelbaar wordt en vertaald in bijvoorbeeld beleid en politiek? Dat is natuurlijk de moeilijkste stap, want het is altijd heel makkelijk om luid te roepen op straat en dan veel media-aandacht te krijgen. Dus wat wij eerst hebben gedaan, omdat wij wisten van, stel dat wij met politiekers in gesprek gaan en wij gaan zeggen, dit en dit moet er gebeuren, dan gaan ze zeggen van, ja, maar dat weten we al, en jullie zijn jongeren en jullie moeten naar school gaan en jullie moeten eerst een diploma halen. Dus dan hebben wij gezegd van, stel dat wij al die stappen zouden eerst onderlopen die dat jullie ons aanraden, dan zijn we weer al zoveel jaar kwijt en dan gaan we zeker niet in lijn liggen met het klimaatakkoord van Parijs. Dus we hebben ons eerst proberen legitiem te maken met dat panel.
En daarna zijn we die panels gaan overhandigen naar partijvoorzitters. En we proberen via acties, ook in het Europees parlement hebben wij meerdere acties gedaan. Of op nationale politiek doen wij meermaals acties. En dan herinneren wij ze eraan en dan herinneren wij ze aan de urgentie. Of wij proberen ook de dialoog open te houden op een neutrale manier. Maar spijtig genoeg kan er soms niet meer gedaan worden dan in gesprek te gaan en acties op te zetten. Ja. Want wat bijvoorbeeld ook in Nederland hier is gebeurd, dat op een gegeven moment de premier die dan aangaf van hey, ik wil met jullie in gesprek. En toen is een deel van de groep, zijn verschillende soorten bewegingen van scholieren hier ook actief geweest. En daar werd dus heel gemengd op gereageerd. Hè? Van ga je wel in op zo'n uitnodiging en ga je wel aan tafel zitten en voer je dat gesprek? Of ga je juist verder om meer druk te zetten? En hebben jullie ook zo'n soort moment gehad waarop je moest afwegen van hey, nu gaan we in gesprek met bewijzen van de macht? Of laten we nu nog even iets meer druk zetten, zodat we misschien er iets meer uit kunnen halen? Hoe maak je die keuze? Want daar was in Nederland best wel wat discussie over, van wel of niet doen en wanneer. We hebben die discussie ook intern gehad, maar dan gaat het eerder over van moeten we een stage volgen in een bepaalde politieke instantie of niet. Maar wij hebben wel zoiets van, we komen op straat en we willen van, dit moet er veranderen. Dus als een bepaalde politieker met ons in gesprek wilt gaan, dan willen wij wel dat de dialoog open blijft. Maar in de gesprekken maken wij wel heel duidelijk van, voor ons moet er dit en dit nog gebeuren. Dus wij maken van die gesprekken eigenlijk gebruik om onze boodschap nog eens extra over te brengen. Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, en dat was in Nederland wel gebeurd, dat er een gesprek komt, dat de premier ons gerust zou stellen en dat we daarna stoppen met op straat te komen. Ik ben niet zeker, maar dat was met Youth for Climate in Nederland gebeurd. En dat zou bij ons in België niet gebeuren. Natuurlijk, de situatie is ook iets anders. Maar bij ons is het echt wel de bedoeling om de dialoog open te houden en op een activistische wijze dan ook onze boodschap over te brengen. Ja, en ik bedoel, dit zijn natuurlijk ook weer bewegingen in ontwikkeling. Hè? Dus in die zin is het ook interessant om te kijken van hey, wat gebeurt in verschillende landen en wat kunnen we van elkaar leren en welke keuzes worden daarin gemaakt. Dus vandaar ook dat ik hem even hier neerleg om ook vooral daarvan te leren en niet te zeggen van hey, Nederland heeft dit gedaan en België dat. Dat is wel weer een hele klassieker, hè? Even de Nederlanders en de Belgen tegen elkaar opzetten. Dat gaan we nu niet doen. We zijn verenigd in de actie hier. Even kijken, we hebben nog heel even, ik wil nog één vraag stellen en dan kan ik één vraag vanuit het publiek meenemen. Dat gaat over het nu. Van hey, we hebben het gehad over afgelopen jaar en de grote succesvolle stakingen. Hoe staan jullie nu in het veld? Van wat zijn jullie plannen en hoe kijken jullie aan tegen de huidige situatie en de mogelijkheden of uitdagingen die het biedt? Momenteel hebben we ons doel van onze aantal weken staken dat we hadden gezegd dat we dat gingen doen. Dat doel is natuurlijk niet voorbij geweest. En met corona is onze planning ook een beetje in de war gebracht. Dus in de zomervakantie gaan wij allemaal samenkomen in een weekend. En dan gaan we bekijken op wat wij ons willen focussen. En dan gaan we ons herconstructureren, ook met advies van andere bewegingen. Omdat we zijn een beetje aan het twijfelen van, moeten we nu op onze Belgische politiek gaan focussen, terwijl dat er geen regering is. Dat zou een beetje raar zijn. Of gaan we juist op Europa focussen, omdat dat vooral in Brussel gesitueerd is. Of gaan we totaal niet op de politiek focussen en gaan we een totaal andere richting uit en op bedrijven focussen of op mensen. Dus dat is het dat we helemaal open staat en dat we deze zomer gaan bekijken. Nou, interessant. En wat misschien ook wel goed is om mee te nemen, is dus dat nu ook vanuit de Europese politiek een aantal vertegenwoordigers ook hebben opgeroepen om in alle herstelbeleid rondom de coronacrisis, vooral de Green Deal eens eindelijk stevig te implementeren. Dus in die zin is dat misschien ook wel een kans. Laten we dat hopen. Hey, we gaan heel even naar de Q&A. Ik kan niet alle vragen meepakken, mijn excuses. Maar even zien. Nou, Paul vroeg hoe het er nu voor staat. Dat hebben we eigenlijk net al wel deels beantwoord. Maar hij maakte nog specifiek van is er mediamoeheid waardoor we niks horen over wat er vanuit België gebeurt, of is er activistenmoeheid, of is het iets heel anders? Dankjewel voor je vraag, Paul. Ik denk dat er zeker geen activistenmoeheid is, omdat in België hebben wij nog heel veel acties georganiseerd. We hebben zelfs een zit ingedaan in het Europees parlement en een dai-in ook. We hebben acties gedaan recht voor de commissie. We hebben acties gedaan waarbij dat we activisten uitnodigde uit elke Europese lidstaat. Heel grote acties. Dus ik denk dat het eerder de media is die ons minder in beeld brengt en dat er
zeker geen activiste moeite is. Dus als je onze Facebookpagina volgt, dan kun je ervan op de hoogte blijven. Nou, gaan we meteen die even hier inpluggen. Volg vooral de Facebookpagina van Youth for Climate België. En misschien is het ook goed om hierna eventueel verder te praten over hoe met stakingen ervoor te zorgen dat het niet een soort van dat de nieuwigheid er niet afgaat. En dat de media zoiets hebben van, oh ja, daar zijn ze weer. Dus in die zin is dat misschien ook een uitdaging die we straks verder kunnen bespreken. Hey, Bram, super bedankt. Ik zou nog heel lang met je door kunnen praten. Maar we moeten toch even door naar de volgende spreker. En straks, voor de mensen die aan het meekijken en luisteren zijn, blijf vooral je vragen stellen, want Bram die komt zo weer terug in het interactieve deel. Hey, Bram, heel fijn en we zien je zo weer terug. Goed, nou, onze tweede spreker, dat is John. Die heeft dus ervaringen vanuit de vakbond. En nou ja, in die zin wel weer mooi om meteen de brug te slaan, waarin Bram aangeeft van, hey, laten we er ook voor zorgen dat we niet worden geframed als een soort generatiestrijd. En laten we vooral de samenwerking opzoeken. En nou, met John kunnen we even verder praten over wat daarin mogelijkheden en uitdagingen zijn. John, kun je even jouw camera aanzetten? Dat wil ik heel graag, maar de host die blokkeert hem. Oké, nou, lieve host, kunnen jullie even John in beeld brengen? Ja. Anders kunnen we... Tada, daar ben je, heel fijn. Dank jullie wel, achter de schermen. Hey, John, als je dit zo hoort, wat zijn jouw eerste reacties? Even. Nou, mijn eerste reactie is dat ik eigenlijk vanaf het begin van dat die hele beweging op gang kwam. Hè, dus de eerste grote stakingen, schoolstakingen. Ja, de grootste respect. Ik bedoel, als je kijkt van hoe snel en hoe goed dat georganiseerd werd, daar kunnen wij als vakbond nog wel wat van leren. Ik vind dat echt geweldig om te zien. Het heeft echt een enorm bewustzijn teweeggebracht in de samenleving. Het hele klimaat goed op het netvlies gezet van mensen. Ik ben er heel blij mee, om eerlijk te zijn, om dat te zien gebeuren. Ja, ja. Mooi. En John, jij bent ook betrokken geweest bij de Klimaatmars bijvoorbeeld afgelopen jaar hier in Nederland. Hoe zie jij de samenwerking op dit moment in Nederland tussen de vakbond en de klimaatbeweging? Wat gaat goed en wat kan beter? Wat goed gaat is dat we veel met elkaar praten. Dat is echt een overwinning. Wat beter kan is dat binnen de FNV zelf, ik praat dan even specifiek van de FNV uit omdat ik daar werk, dat klimaat nog niet hoog op de agenda staat. We zijn betrokken geweest bij het klimaatakkoord. We zijn betrokken geweest bij de grote klimaatmars die we in de zijkreeg hebben moeten doorbrengen. God, was het koud toen. We stonden er toch. We stonden er alleen. Dan kun je hem ook framen, hè? Is ook heel framen, ja, klopt. Nee. Het regende en stonden er toch even voor de zaak. Alleen wat je dan wel ziet gebeuren, hè, als je dan oproept binnen de FV zelf, dat er wel aardig wat mensen komen. Maar het is nog veel en veel te weinig. En dat merk je ook binnen de FV zelf. De FV is een soort afspiegeling van de samenleving. En daarin merk je dat er echt binnen de vakbond een discussie aan het ontstaan is. Van joh, moeten wij ons wel met klimaat bezighouden? Ja, wel als het gaat over joh, gaan de banen verloren en dat soort zaken. En dan komt er op werkende inkomen. En ik denk dat het wel echt dankzij, we hebben een klimaatwerkgroep waar tientallen mensen in zitten. Dat het dankzij de volhardendheid van deze mensen is dat het op de agenda is gekomen. En dat we er verder mee aan de slag gaan. Maar we staan nog echt in het prille begin. Terwijl je eigenlijk, als je kijkt naar hoe beangstigend eigenlijk het is, hè, die hele klimaatcrisis. Hè, er wordt vaak geroepen van there are no jobs on a dead planet. Dan zou je eigenlijk wel moeten zeggen van, joh, wie is onze tegenstander? Mm-hmm. En dan moet je gaan organiseren. En ik denk wel dat hè, de schoolstaking, ik denk dat het ook heel belangrijk is geweest dat de schoolstaking werd genoemd. Want ik denk wel dat staken de enige manier is op een gegeven moment om die tegenstander, de multinationals, de overheid, echt te raken waar hun belang ligt. En dat is hun winst. Ja. En ik vind wel dat we daar als FNV veel meer mee aan de slag moeten. Maar ik wil er ook bij zeggen, de FNV is een vereniging en de vereniging bestaat uit leden. Dus hoe meer leden hiermee bezig zijn, hoe groter de druk intern wordt en hoe meer we kunnen doen daarin. Ja, ja, nou, daar gaan we straks ook een mooie poll voor uitzetten. Ja, precies, dat had ik op een gegeven moment. Ja. Dus dit was de teaser, beste mensen. Ja, precies. Blijf vooral even hangen ook tot aan het einde. Hey, maar John, waar de FNV, de vakbond, ook wel wat langere ervaring mee heeft, is staking als middel, hè, als pressiemiddel. Ja.
Dus als ik jou dan zou vragen van, hey, stel jij zou Bram spreken, jullie gaan koffie drinken. Wat zouden de drie grootste lessen zijn, of ja, niet per se drie, maar wat zouden de grootste takeaway lessen zijn die je mee zou kunnen geven? Van, hey, let hierop en doe dit vooral wel en doe dit vooral niet misschien. Ik denk dat het eerste is, Bram die refereerde er zelf ook een beetje naar, het begrip voor de angst van mensen om het te doen. Staken is best wel een grof middel. Hè? Wat je eigenlijk doet in als je werkt, dan ga je eigenlijk tegen je werkgever in. En je zegt, ik pik het niet meer. Dus ik leg mijn werk neer. En dat moet je met elkaar doen. Alleen sta je niet sterk. Maar dat brengt heel veel angst bij mensen teweeg. Hè? Want ja, werk betekent brood op de plank. En mensen nemen niet zomaar die stap. Dus daar moet je echt oor voor hebben. Alleen je moet er ook durven te beargumenteren waarom het zo noodzakelijk is om dit te doen. Ik heb net al een klein voorproefje daarvan gegeven. Dus zet mensen niet aan de kant. Dus van, oh, jij doet niet mee, dus jij bent slecht. Nee, heb begrip voor elkaar. En blijf die discussie voeren met elkaar. En laat die groep groter en groter worden. Want dat is ook de druk die je kan uitoefenen daarin. Dat is denk ik wel de allerbelangrijkste les om mee te nemen. En daarbij, ja, durf verder te escaleren. Als je bezig bent, zet het dan ook door. Maar ga ook iedere keer een stapje verder. Durf burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Durf te zeggen van, ja, dit is onze toekomst. Dus we gaan ons niet laten vangen door allerlei systemen. Laat je niet vangen door wat je veel hoort van, ga naar school toe. Want je hebt nog zoveel te leren. Nee, het is je eigen toekomst. Dus je staat op voor je rechten. Ja. Dus je moet het gaan doen met elkaar. En blijf volharden. Ook als het even moeilijk wordt, blijf doorgaan. En blijf elkaar ook motiveren. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen burn-outs krijgen. Want het is heel zwaar wat je aan het doen bent. Maar je doet het ergens voor. Ja. En wat ik wel mooi vond wat afgelopen september gebeurde rondom de klimaatstaking. Dat ook heel veel werkgevers ook besloten om officieel vrij te geven. En zichzelf aansloten bij de beweging. Dus juist de bereidheid om risico te nemen. Of toch wel een soort offer te brengen. Liet ook zien hoe groot de urgentie is. En wat toch ook... Ja, bepaalde bedrijven daarin zelfs meegingen. Dus in die zin kan het ook positief uitpakken. Maar staking is inderdaad wel even een iets groter risico. En dat is misschien ook wel goed om bij stil te staan. Ik ga heel even naar onze vragen kijken. En heel erg bedankt voor alle vragen. Dat waardeer ik echt ontzettend. Maar ik moet dus wel elke keer kiezen. Want ik probeer de vragen te kiezen die dus of de meeste stemmen krijgen of aansluiten bij het thema. Want soms zijn sommige vragen vrij specifiek. Even kijken. Ernst stelt een vraag over het pensioenbeleid. Ernst, deze ga ik heel even parkeren, want die is heel specifiek over pensioenen en over de rol van de FNV als bestuurder. En daar gaan we het heel even wat meer hebben over stakingen als middel. Heel misschien komen we daar straks op terug, want de vraag krijgt wel heel veel stemmen. Dus mochten meer mensen deze vraag willen beantwoord zien, stem vooral, want dan kunnen we een uitzondering maken. Maar in principe gaan we even uit van het thema. Dank voor de vraag, Ernst. En wie weet komen we daar straks op terug. Dan hebben we een vraag van Robin. En John, jij gaf net ook aan van, we zijn een vereniging en in principe gaat een vereniging ook uit van wat vanuit de leden wordt gevraagd. Robin die stelt hem andersom van, zou de vakbond zelf een rol kunnen spelen in het informeren van vakbondsleden waarom het belangrijk is om met klimaat aan de slag te gaan? Oh, zeker wel. En dat doen we ook volop. Dus dat gebeurt ook wel. Het enige probleem is waar je tegenaan loopt, wat ik net ook probeerde uit te leggen, ja, mensen hebben ook hun eigen belangen. Bertolt Brecht zei ooit eens van, eerst het eten, dan het moraal. En voor heel veel mensen is op dit moment nog, en ik denk dat we daar echt als klimaatbeweging echt nog een slag in hebben te slaan, voor heel veel mensen is het nog een verwegshow. Dus dan zeggen ze van, ja, we geven je wel gelijk, maar ik werk in een glasfabriek waar we heel veel gas moeten gebruiken. Als het gas duurder wordt, dan kan ik mijn baan verliezen. En dan zetten mensen toch hun baan op de eerste plaats. En ik begrijp dat ook wel. En daarom is het zo noodzakelijk om die boodschap, dat kan je vanuit het bestuur, vanuit de werkorganisatie. Dus ik werk voor de FNV, ik ben niet de FNV, ik werk voor de leden. Dan moet ik even duidelijk dat verschil maken. Daar moet je de discussie over openen. En dan moet je gewoon eerlijk een gesprek met elkaar gaan. Maar dan moet je ook zeggen van, ja, dit doen we dus ook echt voor de toekomst. Ja,
Nou, daar gaan we straks over doorpraten, John. Dat er dus een ander soort afweging komt tussen de risico's en de mogelijke baten. Hè? Want het is letterlijk een kostenbatenanalyse. Ja, zeker. Waar ja, de risico's ook groter worden. Nou, ook hiervoor geldt, sorry, ik moet echt door naar de volgende spreker. Dankjewel, John. En voor degene die vragen hebben, stel ze vooral. En stem ook vooral op de vragen die je belangrijk vindt. En dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dankjewel, John. En tot zometeen. Nou, dan sluiten we dit onderdeeltje af met Janneke Prins. Zoals ik net aangaf, betrokken bij onder andere de Internationale Socialisten. En zij zal ons meenemen in wat voorbeelden en ook over hoe het er onder andere in het buitenland aan toe gaat. Dus met de solidariteit tussen de klimaatbeweging en de werkende mensen. Janneke, the floor is yours. Ja, ik ben al wel te horen, denk ik, maar nog niet te zien. Ja, dan kijken we even Twitter. Onze host heel lief. Zie het inderdaad. Ja, kijk, het heeft gewerkt. Ja. Oké, nou, ik werd aangekondigd als iemand uit Maastricht, maar hier heb je iemand met een harde G. Dus dat moest even rechtgezet worden. En ik wil ook even salut zeggen tegen de Vlaamse kijkers die er hopelijk ook ingelogd zijn. Ja, ik denk dat een heel goed vertrekpunt voor de discussie van vandaag. Ik vind het al heel gaaf wat Bram allemaal heeft verteld in de nuance die John ook aanbrengt in het hele debat. Maar ik denk dat het heel goed is om als startpunt te nemen de klimaatstaking die we al hebben gezien op 20 september, ofwel op 27 september vorig jaar natuurlijk. En ik was in juli dat jaar. Even mijn hand erbij, dat is een beetje druk te maken. Ik was op een politiek festival in Londen. En Extinction Rebellion was er natuurlijk al heel erg druk bezig met het mobiliseren richting de acties van 20 september. En het was echt, de zalen zaten vol met jongeren die vertelden over hoe zij vanuit Extinction Rebellion naar de vakbondsvergaderingen toe gingen om daar op te roepen voor de klimaatstaking. En ik denk dat inderdaad in een aantal landen wel degelijk uitgemond is in een staking, als in zeg maar echt een werkonderbreking. Bram had het natuurlijk over spijbelen van school, dat is wat een scholier kan doen. Een werknemer kan zeggen van oké, ik ga even naar buiten of ik ga in ieder geval niet de taken doen die ik op dit moment moet doen. Heel druk. Ja, oeps. Ja, dat is een speciale gast, de hond die wil ook graag. Ja, het is een dement hondje, dus het is niet helemaal mee te controleren. ik ga door met mijn verhaal. Ja. Dus er zijn voorbeelden uit Duitsland, uit Engeland en ook uit Amerika, ik bedoel de Verenigde Staten, waarop op 1000 plekken wel gestaakt is. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar inderdaad mee te beginnen, als vertrekpunt te nemen voor deze discussie. En er zijn geen 24 uur stakingen geweest, maar korte werkonderbrekingen. En ik bedoel, het is al gebeurd, dus dat is heel gaaf om daarmee te gaan beginnen. In de voorbereiding werd mij gevraagd om historische voorbeelden aan te halen. Kijk, en dat is in deze context wat lastiger natuurlijk. Ik denk dat ik dat net heb gedaan met de staking van 20 of 27 september. We hebben natuurlijk te maken met een vrij recente strijd, ook al zijn heel veel van ons, ook de kijkers, waarschijnlijk al jarenlang betrokken of actief zelfs in de klimaatbeweging. Maar ik denk dat er iets heel moois zat in de oproep van Greta Thunberg. Hè. Vorig jaar zei ze van, de jongeren zijn al de straat op geweest en nu moeten de volwassenen het overnemen. En toevallig zijn 99% van die volwassenen, tussen 18 en 65 natuurlijk, zijn werknemer of medewerker, arbeider, hoe je het maar wil noemen. Oftewel iemand die zijn tijd, zijn kennis en zijn kunde, zeg maar, inzet voor een baas in ruil voor loon. En zonder dat loon kun je ja, in veel landen niet overleven. En in Nederland hebben we nog een paar mooie dingen daarvoor. Maar goed. Maar als je dat als in je achterhoofd neemt, hoe verenigen dit soort mensen zich? Dat is via een vakbond. En ik denk inderdaad, ik zie iemand ZZP'ers zeggen dat het moet zeker ook meegenomen worden in de discussie. Maar deze mensen verenigen zich in eerste instantie, met name via een vakbond. En ik heb het dan zelf altijd heel erg over de FNV, maar er zijn meerdere natuurlijk in Nederland. En dat kan John natuurlijk ook beter uitleggen dan ik, maar dat is ook allemaal op te
tussen allerlei sectoren. Personeel van de zorg of van het onderwijs natuurlijk. Maar ik denk, als nu ik dat zo heb uitgelegd, ik denk dat het voor klimaatactivisten heel belangrijk is om daaraan te gaan relateren. En sommige van jullie zullen misschien, ik denk een beetje voor jullie in het verhaal, van goh, ja, nou, bij de vakbond, dat gaat toch altijd alleen maar om looneisen en om economische strijd en zo. Of de pensioenstrijd inderdaad, die nu gaande is. En heel spannend is ook vanavond wat daarmee gebeurt. Maar ik denk dat inderdaad de vakbond heeft twee kanten. Je hebt inderdaad de vakbondstop, die veel meer, zeg maar, met de werkgevers aan tafel zit, met Rutte, soms in het katshuis mag komen verschijnen. En zich een beetje daarmee gaat identificeren, zeg maar. En dat een van de basisredenen, het is natuurlijk ingewikkelder, maar ik kan dat niet in zo'n klein aantal minuten uitleggen. Dat een van de redenen is waarom ze dan sneller ja zeggen tegen bijvoorbeeld een pensioenakkoord. Of bijvoorbeeld ook tegen een klimaatakkoord, waar je echt best wel wat op- en aanmerkingen bij kan hebben. Maar ik denk dat er veel meer te doen zou moeten zijn om de leden. Dus dat is die andere kant van de vakbond. Ik denk dat John het daar ook veel meer over had in zijn verhaal ook. Want dat is natuurlijk een enorme kracht. Ik bedoel, de FNV, volgens mij staan ze nog steeds voor 1 miljoen leden, om en nabij. En je hebt van die Engelse liedjes over the power is in the union. Ik denk dat dat wel degelijk nog steeds het geval is. Nou, daar gaan we over praten, over waar die macht ligt. Want we moeten helaas door. Oh, oké. Okay. Ja, heel snel, die 5 minuten. En nou, ik vind het wel een mooie vraag om mee te eindigen. Ligt de power bij de vakbonden nog? Want in de comments werd ook gezegd van, hey, laten we inderdaad de ZZP'ers niet vergeten. En er werd ook nog een vraag gesteld van, hey, is de klimaatcrisis misschien ook niet een manier om ook jongeren meer betrokken te krijgen bij de vakbonden? Dus dat het eigenlijk juist een manier is om verschillende mensen te verenigen. En van daaruit die stakingspower weer wat meer kracht te geven. Dus nou, heel interessant. Dank Janneke en dank iedereen voor het meereageren en meevragen. En dan zijn we alweer bij het volgende deel van ons programma. We mogen weer luisteren naar mooie muziek van het koor waar we van net al mee zijn gezegend. Ik wacht heel even tot het beeld aangaat van The Beautiful Trouble Choir. En kijk, ik denk dat de host inmiddels wel het beeld toelaten. Ja, heel fijn. Nou, dank jullie wel. Ik ben heel benieuwd naar de komende liedjes. Eddie? Some hope, feel that we're alive.
Keep some hope and lead from wild birds and peace drums. Bedankt. Dank jullie wel, heel fijn. Even kijken. Volgens mij, ja, dat is precies goed met de tijd ook. Dankjewel, Kate, en we komen zo weer bij jullie terug. Oké, hey, kunnen we virtueel wat meer applaus krijgen voor The Beautiful Trouble Choir? Dat is wel leuk, toch? Ja, komt dat op aan of niet? We worden ontzettend leuk en mooi begeleid. En het is iets lastiger, hè, denk ik, om zonder publiek te zingen. Maar het wordt ontzettend gewaardeerd, dat sowieso. Dank jullie wel en tot straks bij het einde. Goed, nou, zijn we alweer. En wat ik net al zei, het gaat echt ontzettend snel allemaal. We zijn nu bij het gedeelte waarin we samen wat polls door zullen gaan en ook op basis daarvan het gesprek verder aan. Stel vooral je vragen en dan aan de hand daarvan kunnen we ook het gesprek verder inrichten. We kunnen dus helaas niet alle vragen meenemen, zoals eerder gezegd. Goed, er werd net al een beetje naar gehint dat we het inderdaad zo bij de polls gaan hebben over hey, hoe verhoudt de klimaatbeweging zich tot vakbond? Wat moeten we nou met lidmaatschappen doen en dergelijke? Dus daar gaan we nu lekker verder over praten. Laten we gewoon de poll beginnen. Ik ben gewoon heel benieuwd. Kom dus in het scherm. Je hebt dan even de tijd om te stemmen. En op een gegeven moment dan, kunnen we dan de antwoorden bekijken. En aan de hand daarvan gaan we verder in gesprek. En als de panelisten ondertussen weer even allemaal hun camera's aandoen, wel zo gezellig, kunnen mensen ook naar anderen kijken en niet alleen naar mij. Ja, dank jullie wel. Goed, mogen we de poll in beeld? De eerste poll. Yes. En voor de mensen die trouwens via Facebook meekijken of via YouTube, bij deze van harte uitgenodigd om de volgende keer lekker via Zoom in te checken, want dan kun je ook meedoen. Vinden we leuk. Yes. Nou, de eerste poll is, de vakbond in Nederland doet al genoeg voor effectief klimaatbeleid. Eens of oneens? Oké. Wachten we heel even af om te zien hoeveel mensen hebben gestemd. Kan ik daar even een update van krijgen, lieve technische mensen achter de schermen? Dan kunnen we ook even zien wat het percentage is. Nou, dan wachten we daar even op. En nou, we zagen net al, wordt een paar keer opgeroepen, wordt actief binnen de FNV. En Filip die geeft ook aan, we moeten allemaal meer doen. Dus in die zin is het inderdaad ook een gedeelde strijd. En Janneke gaf ook al aan van in het buitenland hebben we ook verschillende voorbeelden gezien van dat het wel kan. En het is ook wel een mooie inspiratiebron om dus net als vandaag over de grenzen heen te kijken. Vandaag zijn we in België en we kunnen verder naar de rest van het buitenland ook kijken en daarvan leren. Even kijken. Ja, laten we de poll afsluiten en zien wat jullie hebben gestemd. Ik ben heel benieuwd. Pam, 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 pam. Oh, kunnen we de resultaten krijgen? Want we krijgen nu weer de vraag. Die hebben we net beantwoord. Ja, kijk, als het goed is, komt die er zo aan. Wow! Ik zag hem even voorbij komen. Hij komt niet weer terug, hoor. Oké. Dit is voor het eerst, hè? We hebben een paar panels gehad inmiddels, maar dit is echt niet eerder gebeurd. 100% vindt dat de vakbond op dit moment niet genoeg doet voor effectief klimaatbeleid. Even kijken hoor, er is iets met de poll, lees ik. Oké. Nou, ik kreeg net door dat, dat één iemand iets anders had gestemd. Dus het is niet 100 tegen 0%, maar waarschijnlijk 96 tegen 4%.
Nou ja, het zag er wel bijzonder uit, 100 versus 0. Maar oké, één iemand die was het er wel mee eens. En mocht je het leuk vinden en durven, laat ook even in de chat weten of jij dat was. Want dat vind ik wel interessant om te zien. En laat ook weten waarom. Neem het mee in het gesprek. Hey, eerste reacties. Wie wil reageren? Nou, het is heel cliché, maar kijk jij als eerste aan, John? Ja? Ja, nee, denk ik terecht. Ja, ik heb ook nee gestemd. We doen zeker niet genoeg. Dat is wel duidelijk. Ja. Wat ik al zei, van ja, we gaan een existentiële crisis tegemoet. En er moet gewoon veel meer gebeuren. Kijk, volgens mij was de titel van deze bijeenkomst naar een algehele staking. Ik denk dat we daar echt naartoe moeten werken. En daar zijn we nog mijlen en mijlen ver vandaan. Het is zelfs zo dat we als vakbond het klimaat op een iets lager pitch hebben gezet, omdat er een economische crisis uitgebroken is. En dat laat wel zien dat het nog niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst staat van de FNV. En daar moeten we denk ik echt met elkaar echt veranderingen in gaan brengen. Willen we echt wat gaan bereiken. Ja. En Janneke, kun jij misschien, zijn er voorbeelden waarin de klimaatbeweging en de vakbond wel meer samenwerken? Of kan jij ons meenemen in praktijk? Ja, ik heb een heel mooi voorbeeld uit Maastricht. En ik onderschrijf inderdaad wat John zegt. Goed initiatief van John en de zijnen. Maar dat moet veel verder worden uitgebreid over de vakbond. Wat mij betreft van bovenop, maar ook zeker van onderop. Als je al lid bent van de vakbond, dan vraag ook in jouw omgeving van, hey, wat kunnen wij doen op de werkvloer? Wat kunnen we doen vanuit de bond ook, zeg maar? Mijn vriend is toevallig inderdaad bij een klankbordwerkgroep vanuit de bond bezig met klimaat. Maar dat is niet jouw vraag, Kouter. Dat is wel inspirerend, ook in de vorige panels, als we even kunnen kijken hoe dat elders wordt georganiseerd. Ja, nou, samenwerking, dat is dan gaat het niet per se direct over staking, hè, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om het ook dit voorbeeld van Maastricht genoemd te hebben. We hebben hier natuurlijk een hele levendige klimaatbeweging hier in Maastricht, met name geïnitieerd door trouwens Belgische studenten. En in de loop naar de diverse acties die we hebben gehad, is er steeds meer samenwerking gekomen. Dus ook de vakbond is aangesloten, Milieudefensie zit aan tafel, Extinction Rebellion doet mee, Fossilvrij of Fossil Free. Dus ik denk dat we nu een samenwerkingsverband hebben van 8 of 9 groepen, waaronder de vakbond. En daar zijn we ontzettend blij mee. En ik weet dat de desbetreffende vakbondsactivist ook aan het kijken is, of nu dus, hi. En het toffe is dat wij 8 eisen hebben opgesteld richting de gemeente van Maastricht. En een van de eisen die daar onder vallen is inderdaad ook heel erg vakbondsgerelateerd. Als je het hebt over de klimaatcrisis, hoe gaan we die bestrijden? Velen van jullie hebben natuurlijk, weten al lang van het idee over transitie natuurlijk. Maar dat gaat heel veel impliceren voor bepaalde banen. Bepaalde banen zullen verdwijnen, bepaalde banen moeten juist veel meer erbij komen. En ik denk dat ook daar die vakbond zo ontzettend van belang kan zijn om daar een steun in de rug te zijn voor discussies op de werkvloer. Ik ben alweer aan het uitweiden, geloof ik, Kouter, maar ik heb volgens mij wel een concreet voorbeeld gegeven en ik probeer weer terug te gaan naar het thema van het gesprek. Ja. Dus samenwerken zeker, en ik hoop ook echt dat het voorbeeld dat we hier hebben in Maastricht, Maastrichtforclimate.nl, kun je ook zien wat we aan het doen zijn. Ja. Dat ook navolging krijgt in diverse steden. Ja. Samen wordt gewerkt door de diverse activisten en de vakbond en politieke partijen. Dat er inderdaad ook coalities gaan ontstaan. Moet ik zeker gebeuren. Ja. Maar dan hebben we het nog niet over staken gehad. Ja, daar komen we nog. Hey Bram, ja, wat heb jij gestemd? Dat is denk ik wel. Of was jij die ene persoon die het wel genoeg vond? Nee. Ik heb niet gestemd. Ik weet natuurlijk niet dat de vakbonden in Nederland werken. Dus. Kijk, dat is een heel politiek correct antwoord. Maar jij gaf net al aan, hè, van in principe van het zou meer kunnen. Ook als boodschap, hè, van hey, we zijn met z'n allen tegen die klimaatcrisis aan het staken. Dus wat vind je ervan dat zoveel mensen vinden dat het meer kan? Oh, ik denk dat dat een beetje gelijkaardig is, zoals in België. Dat we inderdaad merken dat de vakbond zelf dat die wel initiatieven nemen, maar dat het zeker nog veel meer kan. En dat ze handelen er wel naar, maar nog niet naar de ernst van het probleem.
Maar natuurlijk, ja, hoe dat wij het begrepen hebben in België, een vakbond die kan natuurlijk alleen maar doen uiteindelijk wat dat de leden beslissen. Dus het is ook heel belangrijk daaruit vanuit de klimaatbeweging om de leden van de vakbond te gaan mobiliseren. Ja, ja, dat was ook inderdaad een opmerking, hè, vanuit de chat. Van, hey, misschien is dit juist een thema wat ontzettend kan verbinden en die kracht kan versterken. Hey, Filip, die zegt in de chat, we kunnen ook de vraag omdraaien. Doet de klimaatbeweging genoeg binnen de vakbond? Nou, Filip, dit is een mooi aanzetje, want we hebben ook een poll die daarover gaat. Dus zometeen komen we daarop terug. Nou, laten we meteen naar de volgende poll. Als ik die nu in beeld kan krijgen, heel fijn. Dan kunnen we daar ook over hebben. Ja, nou, we gaan eerst nog even uitzoomen voor we het specifiek hebben over de klimaatbeweging. En de volgende stelling is als volgt. Stakingen van werkende mensen zijn noodzakelijk om systeemverandering af te dwingen. Dus moeten we met z'n allen next level en niet alleen meer demonstreren of van school wegblijven, maar ook het werk neerleggen en zoals John eerder aangaf, kijken waar het bij wijze van echt raakt en op die manier proberen invloed uit te oefenen. Stem vooral, dan hoe sneller jullie stemmen, hoe minder lang ik dit soort dingen hoef te zeggen om de tijd te vullen. Ik kan ook best doorpraten over van alles en nog wat. Doe ik ook. Ondertussen vraag ik even mijn team achter de schermen. Lieve mensen, kunnen we een update krijgen? 56%. Stem vooral even mee, want dit is natuurlijk super wetenschappelijk en super onderbouwd. En we moeten een goed percentage hebben voor een goed gesprek. Dus ik wacht nog heel even op het resultaat hiervan. En wat ook wel interessant is, van hey, hoe ver wil je escaleren ook als beweging en hoeveel risico's wil je nemen? En wat denk ik ook wel interessant is, hoeveel kun je van je mensen vragen? Hè? Ben ik ook wel benieuwd naar, van als je keer op keer vraagt, leg het werk neer, of mensen dan ook daar niet een beetje moe van worden. Dat is ook een vraag die net werd gesteld. Kan ik nog één keer het percentage krijgen? Dan kunnen we even zien of we in de buurt van de 100 zitten. Oké, goed. Het percentage is nu stabiel, dus dan kunnen we door. Ik ben heel benieuwd. Laten we kijken naar de antwoorden. Pam, 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 pam. Even uit het scherm. Komt hij weer terug. Wow, we hebben echt een eensgezind publiek vandaag. Dat is echt heel interessant. Oké, eens. Oké, dat is heel interessant. Dus de waarde van de stakingen wordt wel ingezien. De vraag is of de kosten-batenanalyse altijd positief uitpakt om ook daadwerkelijk de straat op te gaan, hè? Als het op een gegeven moment persoonlijk wordt. Bram, wij hebben het hier ook even persoonlijk, of tenminste, we hebben het hier in het begin ook over gehad, hè? Dus die risicoafweging en uiteindelijk toch wel besluiten om te gaan staken. Hoe lang kunnen mensen dat blijven doen? Komt er niet op een gegeven moment inderdaad een soort moeheid of een gevoel van hey, we geloven wel dat het uiteindelijk werkt, maar wanneer? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, er treedt zeker een moeheid op. Het is ook een heel moordend tempo om wekelijks te blijven staken. Ik denk dat dat zelfs bijna onmogelijk is als je werkt. Als je naar school gaat, is dat natuurlijk iets makkelijker, omdat je dan minder consequenties hebt. Maar als je gaat werken, natuurlijk, ja, je werkgever verwacht wel dat je werkt. Dus dat is iets moeilijker. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je een groep mensen vindt die dat bereid is om dat te doen, of dat misschien niet wekelijks te doen, maar dat wel misschien maandelijks doet of een paar keer in het jaar. Want je hebt de theory of change, en dat houdt eigenlijk in dat je maar 2,3% van je bevolking nodig hebt om echte maatschappelijke veranderingen te brengen. En dat is een studie die gedaan is door de Universiteit van Harvard, denk ik. En zij hebben die studie is gevestigd op alle protesten van de Human Rights Movement in het verleden. Dus in die zin is het echt wel belangrijk dat ook, denk ik, werkende mensen of van elk deel van de bevolking toch mensen de moeite doen om op straat te komen. Maar natuurlijk, wekelijks, dat is heel lastig voltooid. Ik denk dat alleen Greta Thunberg er zelf in slaagt. Nou, en jullie hebben het best lang volgehouden, hè, in België. Ja. Hey, dankjewel, Bram. Reactie, John. Ik heb het net ook al een paar keer benoemd, hè, dus die staking, hè, dus wat je daarmee doet is de winst van bedrijven stilleggen en ze daarmee raken in de portemonnee. Even kort door de bocht gezegd. En daarmee kan je je eisen afdwingen.
Dus je raakt, dus als je een tegenstelling maakt tussen wat je bedrijven ziet doen, is een soort greenwashing. Ja, we zijn wel voor een beter klimaat, maar als onze winst gaat raken, dan willen we niks mee. En dan is het mechanisme om te gaan staken, om ze daar te raken waar je ze te hard raakt. Daarmee dwing je dingen af. Kijk, en dat is natuurlijk ook de manier zoals we dat als FNV doen. Dat doen we in CEO-strijd of op andere punten. Je ziet het nu misschien een beetje verkeerd voorbeeld in dit panel bij Tata Steel. Waarvoor het eerst in een hele lange tijd gestaakt wordt. Omdat dat bedrijf voor een groot gedeelte dreigt te verdwijnen. Dat gaat over mensen inkomen. Dat vergt lef, maar ze doen het wel. Kijk, en dat is natuurlijk ook wat we als vakbond, dat is eigenlijk wat een vakbond is. Waardoor vakbonden zijn ontstaan. Op het moment dat jij zegt, en dat is echt wat ook verschil met schoolstaken en staken op de werkplek. Op het moment dat jij zegt van nou, ik ben het hier echt niet mee eens. En dat doe je samen met je collega's, doe je nooit alleen, want dan ben je heel kwetsbaar. Dan zeg je uiteindelijk van ja, ik leg mijn werk neer. En dan kan de werkgever op een gegeven moment zeggen, ja, maar als jij niet werkt, betaal ik je niet. Ja, daarom hebben we met elkaar allemaal geld in het mandje gegooid. En ondertussen is dat mandje aardig gegroeid. En hebben we stakingskas voor. En daardoor kan je een staking in principe heel, heel lang volhouden. En dat vergt lef, het vergt moed. Maar wat je ook ziet gebeuren tijdens een staking, ik heb aardig wat staking ondertussen meegemaakt, zelfs in de zorg, waar voorheen nooit gestaakt werd, hebben we ook staking georganiseerd. Je ziet dat mensen nou tot elkaar komen. Tijdens staking heb ik de beste discussies gehad over racisme. Met hele zware racisten. En dat we uiteindelijk achterkwamen, ja, maar jouw collega die een andere huidskleur heeft, die staakt hier ook. We doen dit samen met elkaar, dat verbindt. En dat is dus ook met discussies over klimaat en dergelijke. Dus als je gaat staken over klimaat, dan moet je die discussie ook met elkaar voeren. En een staking kan ook een golf betekenen, dat van de ene, een soort kruisbesmetting, dat je begint bij het ene bedrijf, en dat andere bedrijf dat op een gegeven moment overnemen, als die noodzaak maar wordt gezien. En dat is, ja, we hebben denk ik echt wel een mogelijkheid erin. Dus als je echt systeemverandering voor elkaar wil brengen, kijk, in mijn ogen is een revolutie nodig. Daar moet ik wel heel duidelijk over zijn. Maar een staking is een heel goed middel om daarmee te beginnen. Ja. Ja, en Janneke, even terugkomend op de introductie die je eerder gaf. Jij gaf ook aan van, staken is niet voor iedereen een optie. Van het nemen van die risico's, dat is voor sommigen misschien wat groter dan voor anderen. Hoe kan er dan alsnog wel actie worden gevoerd? Wat zijn alternatieven dan? Ik denk eerlijk gezegd dat er zijn alternatieven in de zin van een mensenketting doen, wat wij komende zondag gaan doen in Maastricht. Of demonstreren of klimaatspijbelen zoals veel scholieren hebben gedaan. Maar ik denk, ik heb ja gestemd ik heb onderschreven wat de stelling was. En ik denk dat wat John zegt, systeemverandering, dat is precies ook waar ik aan moest denken bij het invullen van deze poll. Want ik denk als je kijkt ook naar de hele coronasituatie waar we nu een beetje uitkomen of misschien straks weer ingaan, het maakt zo duidelijk van wie deze maatschappij who runs society, hoe zeg je dat, wie de maatschappij draaiende houdt, dat zijn niet de CEO's. Die hebben we eigenlijk helemaal niet eens nodig. Dus ik denk inderdaad dat staken, voor nu lijkt dat misschien nog een beetje ver weg, maar ik denk dat dat inderdaad weer de basis gaat zijn voor een systeem dat niet meer gebaseerd is op concurrentie. Hè? Dat nu bedrijven gewoon langs elkaar heen werken in allerlei oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld klimaatverandering. Dat helemaal niet gebeurt. Dus daar zou je dan een einde aan maken. En mensen op de werkvloer, die zijn juist degene die de kennis hebben. Ik bedoel, dat illustreert corona natuurlijk, wat ik net zei. Maar dat illustreert het ook in heel veel andere situaties. Dus dat is een enorme kennis. En dat mensen moeten veel meer zelfvertrouwen hebben dat we dat zelf kunnen gaan doen, inderdaad. Dus ja, ik, er zijn andere manieren van actievormen, die zijn er zeker. Maar ik denk uiteindelijk dat staken de weg vooruit moet zijn, inderdaad. Ja. Ja. Wat ook wel interessant is, staken is natuurlijk een pressiemiddel. En we hebben het net kort ook even gehad over hoe je dat pressiemiddel uiteindelijk kunt vertalen tot institutionele verandering, of misschien politieke verandering, of revolutie, zoals John dat voor zich ziet. En er wordt in de chat aangegeven door Wiel, maar ja, uiteindelijk het gaat er ook om te stemmen. Dat is ook weer natuurlijk een pressiemiddel, dat we dus op verschillende manieren dat tij proberen te keren. Wat ook wel grappig is trouwens in de chat, is dat er wordt gesproken, we hebben een vader en die heeft een dochter die ook niet naar school gaat. Dus je kunt er ook een soort familiebusiness van maken. Goed, we hebben nog even Bram, een korte toevoeging. En John... ook nog even een korte toevoeging over zorg en onderwijs. Hoe het daar dan mee zit. Oké, Bram,
Ja, ik wou heel even nog even duidelijk maken. We hebben nu altijd gepraat over staken en over klimaatspijbelen, maar het is natuurlijk ook belangrijk om te weten, toch, dat doen we wel eens in België, dat er ook heel veel marsen zijn die dat gebeuren in de weekends. En in België hebben we eens een mars gehad waar de 97.000 mensen waren. Dus stel dat je het niet ziet zitten om te klimaatspijbelen van school of van je werk te staken, kom zeker naar die zondagse marsen of op zaterdag, want die hebben wel degelijk ook een grote impact als je daar met heel veel mensen bent. Ja, het is niet alles of niks, hè. Je kunt altijd staken, demonstreren, stemmen, petities tekenen, like op Facebook, klik, activisme mag ook een beetje. Uiteindelijk moet alles gebeuren. Oké, John, korte reactie, want in de chat werd gezegd van hey, maar hoe zit het dan met zorg en onderwijs? Want daarmee raak je niet per se grote multinationals. Vertel. Nee, dat klopt inderdaad. Daar niet direct, indirect trouwens wel. Maar dat is iets te lang om dat goed uit te leggen in dit geval. Kijk, het staken in zorg en onderwijs, we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat daar gestaakt werd. Wat je daarbij wel bereikt is een enorme publieke verontwaardiging. Dus dat is de kracht weer van wat wij in de FNV noemen de zachte sectoren. Dus daar heb je een andere manier van druk uit te oefenen. Maar het klopt inderdaad, van, daar raak je niet gelijk een bedrijf, hoewel zorginstellingen tegenwoordig ook aardig rijke bedrijven zijn. Maar het blijft nog wel steeds belastinggeld. Dus ook daar kan gestaakt worden. En daarmee voer je de druk op een andere manier op. Ja. Ja, dat is denk ik ook enigszins vergelijkbaar met de aandacht die ook aan de zorg werd gegeven, vooral in het begin van de coronacrisis. Een soort besef van, hé, dat zijn echt belangrijke beroepen en misschien moeten we die toch, zoals eerder gevraagd, ietsjes beter betalen. Dus dan zie je inderdaad een ander soort discussie. Dus vooral misschien via de publieke opinie. Dankjewel voor deze toevoeging, John. En dan gaan we naar alweer de laatste stelling. Ik ben heel benieuwd of we weer een soort eensgezind panel krijgen. Of tenminste een eengezind publiek. Mag ik de derde stelling in beeld, alsjeblieft? Dankjewel. En de stelling is: elke klimaatactivist zou actief lid moeten zijn van een vakbond. Dus al die tienduizenden, Bram, alle scholieren ook lid, hun ouders lid. Eens of oneens? Wie graag even stemmen allemaal. En dan kunnen we zo even weer de balans opmaken. Even zien hoe dat eruit zal zien. Ik ben heel benieuwd of we weer 90-10 krijgen of iets dergelijks. Of misschien juist nu ineens een groot verschil. En er staat ook gewoon echt moeten, hè? Dus in die zin is het de vraag of wat uiteindelijk genoeg zou zijn om ook het tijd te keren binnen de vakbond. Want zoals eerder werd aangegeven, een groot deel van de macht zit ook bij de leden. En John, het potje is natuurlijk ook belangrijk, hè? Dat er genoeg geld in het potje blijft stromen. Om daarmee ook de mensen te kunnen blijven compenseren die niet kunnen staken. Oké, we zitten op een percentage, wat denk ik zo meteen wel oké is. Kan ik nog één laatste update krijgen van het percentage? Dan weet ik of er nog groei in zit of dat we kunnen stoppen. Oké, en Marielle die zegt als het moet, dan wordt de klimaatbeweging en vakbond één. Nou, ik ben benieuwd, wat vonden jullie? Moet je of niet? Pam, 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 pam. Oh, kijk. Nou, nee. Ik hoop dat mensen gewoon oprecht hebben gestemd en niet omdat ik elke keer zei van de verdeling is redelijk gelijk. Oké, we hebben 54% die vindt dat elke klimaatactivist lid zou moeten zijn van een vakbond. En we hebben 46% die het daar oneens mee is. En even aan de mensen thuis. Ik ben dus echt heel benieuwd, want net hadden we bijna 100% waarin werd gezegd van hey, staken is nodig als institutioneel pressiemiddel. En een vakbond is een manier om dat te bewerkstelligen. Maar een deel daarvan ziet toch niet direct misschien de relatie tussen lidmaatschap en het pressiemiddel. Dus laat vooral even weten als je wil waarom je op oneens hebt gestemd. Want daar ben ik wel benieuwd naar. En dan gaan we naar ons panel. Eerste vraag is eigenlijk wie van jullie zou oneens hebben gestemd? Ben ik wel benieuwd naar. Oké, interessant. Bram, ik ben heel benieuwd wat jouw afweging daarbij is geweest. Kun je ons daarin meenemen? Ja. Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat de vakbond en de klimaatbeweging heel dicht bij elkaar staat. Maar in België ligt het middenveld, en dat zal misschien ook zo in Nederland zijn, door huidige partijen in de Vlaamse regering
heel hard onder vuur. Dus daarom is het belangrijk om een heel sterk en breed middenveld te hebben die daar tegenin kan gaan. En stel dat iedereen ook lid zou zijn van een vakbond, wat ook niet direct negatief zou zijn, maar daarmee verlies je wel een beetje de breedte van jouw middenveld. Dus daarom dat ik denk dat het belangrijk is om dat toch een beetje gescheiden te houden en ook om de onafhankelijkheid van je beweging in stand te houden, omdat je vakbonden zijn ook natuurlijk indirect gelinkt aan politieke ideeën. En met de klimaatbeweging proberen wij elke politieke strekking te bereiken. Dus daarom denk ik dat het beter is om die twee op zekere manieren gescheiden te houden. Maar natuurlijk, iedereen in de klimaatbeweging is vrij om lid te zijn van een vakbond. Maar ik denk niet dat het nodig is dat iedereen erbij zit. Ja. En even daarop voortbordurend. Er kwam een vraag vanuit het publiek en die slaat hierop aan. En Filip die zegt van, we kunnen de vraag ook omdraaien. Doet de klimaatbeweging wel genoeg binnen de vakbond? Je gaf net al aan, Bram, van hey, ik wil graag ook de breedte houden in de coalities. Maar vind je dat er wel vanuit de klimaatbeweging voldoende initiatief is als het gaat om bewegen naar de vakbond toe? Waarschijnlijk niet. Even een reflectie misschien, maar ik ben wel benieuwd hoe je dat ziet. Waarschijnlijk, het kan altijd beter natuurlijk. En ik denk dat wij zelf mee Youth for Climate, ik denk dat bijvoorbeeld de grotere NGO's daar meer bezig mee zijn dan de kleinere grassrootsbeweging die dat wij zijn. Natuurlijk, wij krijgen zoveel aanvragen binnen voor projecten en met andere zaken. En uiteindelijk zijn we ook niet meer met zoveel jongeren. Er zijn ook een paar jongeren die een burn-out hebben gekregen. Dus stel dat we meer mensen hadden intern om daaraan te werken, dan hadden we daar waarschijnlijk ook meer tijd voor gehad om daaraan te werken. Dus ik denk inderdaad dat ook wel een kleine tekortkoming is van de klimaatbeweging in België. Dat wij inderdaad iets meer zouden moeten focussen op de interne werking van de vakbond. Maar ik denk ook, er is wel een zekere werking, maar het kan natuurlijk beter. Ja, dankjewel Bram daarvoor. Dus verplichten niet, juist omdat je diversiteit wil houden, maar vanuit een meer zachte kant een samenwerking aangaan wel. Ja. Is dat genoeg, John? Heb je daar wat aan? Nou, kijk, laat ik zo zeggen, voor mij moet niemand wat. Hè? Dat ten eerste. Ten eerste zou er een overtuiging moeten zijn bij mensen voordat ze die stap zetten. Maar ik denk dat we ons wel moeten reageren. De vakbond is een instrument. En in dat instrument, dus in die vereniging, komen mensen van alle geledingen van de samenleving, behalve dan de CEO's in dit geval, komen samen. Dus als je een brede maatschappelijke discussie wil hebben, als je een bredere beweging wil hebben, dan moet je in mijn ogen juist bij de vakbeweging zijn. En wat we ook zeiden, we moeten de vakbond niet zien als een instituut. De vakbond is een vereniging van leden die bij elkaar komen om samen op te komen voor hun rechten. En in dit geval in de klimaatbeweging gaat het over het recht van bestaan. Het recht om in een gezonde wereld te leven. Als je op een gegeven moment vindt dat er echt een systeemverandering plaats moet vinden, ik noem dat net een revolutie, je kan het ook anders noemen, dan is het wel handig om je te organiseren. Juist omdat die tegenstander zo enorm machtig is. Een multinational heeft alle middelen, die hebben met name het geld. Maar laten we ook niet vergeten, de werkgevers zijn ook heel georganiseerd. Hè? Die zijn georganiseerd in VNO-NCW, in het midden-kleinbedrijf zijn ze georganiseerd. We hebben dat gezien met het stikstofproblematiek. Ik stond met mijn ogen te knipperen. Daar staan de werkgevers, die organiseren de werknemers om op te komen voor de belangen van de werkgevers. Dus die discussie moet je ook in een vakvereniging aangaan. En ik denk dat we het ook op die manier moeten zien. Dus ik ben ervan overtuigd, en dat zeg ik niet omdat ik voor de FNV werk, maar ik ben er echt van overtuigd van als je echt een verandering in deze wereld voor elkaar wil krijgen, als je dit klimaat echt wil redden, moet je je organiseren. En dan moet je dus ook durven op een gegeven moment om het werk neer te leggen. En daar is een vakbond voor. Dus daarmee zeg ik niet dat het van de een of andere dag lukt. En we hebben ook in de FNV echt een hele lange weg te gaan. Maar ik denk wel dat het de manier is om op een plek samen te komen, om de discussie aan te gaan met mensen. En daarbij ook, het is even jammer dat Louisa nu niet is, met de 414-campagne die we hebben. Maar ook als je deze beweging inclusiever wil maken. De FNV is een van de weinige verenigingen in Nederland waar gekleurde mensen meer samenkomen. Als je kijkt wat de 414-campagne doet, als het gaat over minimumlooncampagne, dat gaat over antiracisme, onder andere. Dat gaat over mensen in de achterstandswijken organiseren om op te komen voor rechten.
Ook daar kun je de discussie voeren. Zit je nog op school? We hebben een Niet Mijn Schuldcampagne. Daarmee kom je in aanraking met studenten waar je deze discussie kan voeren om die beweging breder en groter te maken. Ja, dus de vakbond is niet het doel, maar de vakbond is een middel om uiteindelijk te komen tot je doel. Mm-hmm. Dat is klimaatrechtvaardigheid. En ik denk dat we er op die manier naar moeten kijken. Mm-hmm. En ook echt tegen het... Ik hoop niet ontslagen als ik dit zeg, maar ook tegen het bestuur durven aan te schoppen. Als dat nodig is. Als zij een keuze maken waar we het niet mee eens zijn, om daartegen durven in te gaan. En dat lukt alleen als je een meerderheid hebt in de vakbond. Want dat is democratie. Ja. Dus die druk van de meerderheid heb je nodig. En ik wil nog één ding zeggen, want ik weet dat je door wil naar Janneke. En nu ben ik het kwijt. Dus laat maar zitten. Dat zou je altijd zien. Dus ga door. Nou, ik wilde eigenlijk nog één ding vragen aan jou. En ik zag trouwens mooie reacties in de chat van... Paul bijvoorbeeld, die Bram, toen jij uitgesproken was, zei hij ja, helemaal mee eens. En John, toen jij op een gegeven moment aan het worden was, zei hij ja, dat is ook waar. En dat vind ik wel mooi aan dit soort gesprekken, hè? Dat we dus beide kanten van het verhaal belichten. En in die zin hopelijk ook van elkaar leren. En ook voor de mensen die aan het meekijken zijn. Voor de mensen die vragen stellen, doe het alsjeblieft via de Q&A-optie. Dan blijft hij ook daar hangen en verdwijnt hij niet. Even naar de tijd kijken. Ik heb, John, ik heb één vervolgvraag voor jou. En dan ga ik inderdaad naar Janneke. Want deze vervolgvraag die komt vanuit het publiek. Mm-hmm. En die sluit aan bij wat je net aangaf. Hè? Het bewegen naar elkaar toe. Maarten Z. Een beetje undercover. Heeft hij ook een zo'n smiley met een zonnebrilletje? Okay. Ja, ik vind het wel grappig. Maarten Z, ook niet Maarten X of zo, hè? Okay. Maarten Z. Generation Z. Maarten, okay. Dank voor je vraag. Dankjewel, laten we zien. Die vraagt, ziet de FNV de klimaatcrisis als een kans om jongeren te betrekken? Dus John, jij betoogde net van, ja, de klimaatcrisis is een manier, of tenminste het sociaal-economisch aspect, de klimaatrechtvaardigheid is een manier om allemaal te verenigen en diversiteit daarin te vinden. Maarten vraagt, kunnen we misschien de klimaatcrisis specifiek zien als een reden voor jongeren om aan te sluiten? Het is sowieso een reden voor jongeren om aan te sluiten, lijkt mij. Ik heb nog geen beleidsstuk gelezen binnen de FNV dat ze de klimaatcrisis zien als een vehikel om jongeren zich te laten aansluiten bij de FNV. Ik denk dat dat ook een verkeerde manier is om FNV-beleid neer te zetten. Uiteindelijk willen we meer leden hebben om sterker te worden. Ja, uiteraard, vanzelfsprekend. Maar het is de overtuiging om lid te worden moet zijn van ja, dit moeten we samen gaan doen en de FNV zien als een vereniging. Maar het zal inderdaad wel helpen. Kijk, we zijn een afspiegeling van de samenleving. We hebben een heel groot gedeelte oudere mensen die lid zijn van de FNV. We zien heel veel jongeren nu wel, vooral in deze tijden van crisis, zien we heel veel jongeren nu lid worden. Heel belangrijk. Maar als je een goede discussie wil hebben, dat merk je ook in de samenleving zelf. Ik zei het net al van wat Bram zei helemaal in het begin. Dat je eigenlijk wordt weggezet van, joh, ga naar school toe. Dan zou ik, als ik jongere zou zijn in de FNV, ik weet niet, ik vind dat dan, doe ik mezelf kort maar boemer, luister eens even naar de toekomst. Ja? Dus je moet die discussie aangaan en dat hebben we in de FNV echt nodig. We hebben meer jongeren nodig en we hebben heel veel campagnes waar jongeren zich kunnen aansluiten. En uiteindelijk, jongeren die nu nog op school zitten of studeren, gaan uiteindelijk ook werken. Mm-hmm. En die hebben ook hun belangen te behartigen. Ook als we deze klimaatrechtvaardigheid voor elkaar krijgen. Ja. Dan gaat het leven ook gewoon door. En dan moet georganiseerd blijven. Ja, ja. Dankjewel John. En even kijken, wie was dat? Nina, die gaf aan. En Nina, mocht je ontslagen worden? Die zegt, mocht je ontslagen worden John, dan worden wij allemaal lid en zorgen we ervoor dat je behouden wordt. Nou, Nina, het staat live. Het is opgenomen. Dus mocht het al ver komen, dan weet John je te vinden. Dankjewel John. Dankjewel Nina. En Monique die geeft aan dat de opmerkingen over angst en durf heel terecht zijn. En die gaf ook aan dat in de anti-kernwapenbeweging in de jaren 80 heeft de saamhorigheid wat haar betreft de beweging en haar leden sterker gemaakt. Naast de muziek en humor. En daarom is betoog over vakbond belangrijk. Nou, muziek hebben we vandaag ook al geregeld. Dus wie weet komt uit vanavond iets heel moois. Dankjewel Monique voor deze reactie. Hey Janneke, nu ga ik inderdaad naar Janneke zoals je... Speld. Hoe zie jij deze beweging? Jij had dat namelijk opeens gestemd, hè? Ja, ik wou ook reageren op wat Bram en John zeiden. Want ik denk het punt van wat Bram zegt, van je moet wel onafhankelijk blijven, dat wel heel goed is inderdaad. Je moet wel als klimaatactivist denk ik wel heel helder hebben dat keep your eye on the ball, zeg maar.
Maar tegelijkertijd word het alsjeblieft wel lid van de bond. Hè? Ik snap dat scholieren misschien niet 1, 2, 3 lid worden, maar als jij een baan hebt, dat je dat dan wel alsjeblieft doet. En ook als je werkloos bent, kun je volgens mij lid worden van de bond. Want die argumenten versterken elkaar alleen maar. De klimaatactivisten hebben bepaalde argumenten die mensen op de werkvloer waarschijnlijk niet per se weten. Dus ik denk dat dat alleen maar een win-win situatie gaat zijn. Tegelijkertijd, volgens mij in mijn inleidingje, het eerste deel wat ik mocht bijdragen aan deze discussie, heb ik ook wel aangegeven dat de vakbond niet het einde is inderdaad. En ik denk dat John dat ook wel aangaf, hè. Het is een middel. De vakbond heeft ook beperkingen, zeg maar. Maar ik denk dat het vooral ook van onderop moet komen. Dat die kaderbouw, zeg maar, dat echt wel nu veel meer handen en voeten moet gaan krijgen. En uiteindelijk, precies dat zegt John geloof ik ook, van het gaat om de positie van de werknemer in de maatschappij. Hè. Wij zijn degene die, ik ben zelf docent, wij zijn degene die deze maatschappij kunnen veranderen. Dus. En de vakbond, nogmaals, is daar het eerste... De eerste organisatie die daar waar veel mensen zich bij aansluiten. En dat is wat John ook zegt, denk ik, van een soort van doorsnee van de samenleving. Dus ja, ik denk klimaatactivisten wel degelijk, als je inderdaad de financiële mogelijkheid hebt en als je inderdaad hopelijk actief bent op een bepaalde werkvloer, doe het wel. Hè, want we versterken elkaars argumenten inderdaad. Ja, Janneke, aansluitend. Ik ben heel blij trouwens met jullie reacties, want ik kan elke keer precies één vraag daaraan koppelen. Yeah. Gaat heel goed dit, heel fijn, dank jullie wel. Want Janneke, jij eindigde met de werkvloer. En Peter K, Maarten Z, Peter K, die vraagt, wat kan de klimaatbeweging doen om dit gesprek op de werkvloer te krijgen? Dank je wel voor deze vraag en ik ben heel benieuwd, Janneke, hoe jij daarover denkt. Ik denk dat... Ik heb daar niet 1, 2, 3 een antwoord op. Ik denk dat de vakbond daar wel degelijk flyers over heeft. Die mensen mee zouden kunnen nemen op de werkvloer. En gewoon maar eens eerst beginnen waarschijnlijk met een... Als jij denkt van ik zit thuis op de bank en ik vind het echt doodeng. Of ik ga de hele klimaatverandering... Of ik ga wel eens naar een demonstratie toe, maar eigenlijk praat ik daar op de werkvloer niet over. Dat je daar eens mee begint om te testen waar jouw collega's staan. En ik begin meteen al na te denken van flyers en informatie verspreiden. Maar dat is stap 2, denk ik. Dus stap 1 is überhaupt eens bij een kop koffie, bij het koffiezetapparaat, een gesprek aangaan met collega's. En kijken of meer mensen daarmee eens zijn. En take it from there, zeg maar. Hier ben ik ook niet helemaal een expert in, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat je het vooral ook samen moet doen. Dat je niet in je eentje een soort van warrior op de werkplek moet gaan zijn. Maar dat het vooral gaat om die kleine gesprekjes op de werkvloer. Kijk, klimaatverandering, ik denk dat we dat allemaal voelen. En ik heb van het weekend nog engere getallen gehoord over hoe erg... Er zijn dus in de afgelopen 6 weken een aantal publicaties geweest over de verhitting van de aarde die nog veel sneller gaat. Iedereen voelt in deze discussie die aanwezig is de enorme urgentie van we moeten eigenlijk zo snel mogelijk dit een halt toeroepen. Maar we moeten toch het geduld hebben, denk ik, om de kleine gesprekjes aan te gaan bij, laat ik zeggen, het koffiezetapparaat. Dus ik bedoel, het is gewoon veel heter nu. Dus dat is alleen al een aanknopingspunt, denk ik, om het met je collega's over te hebben. Ja, maar John gaat me aanvullen, denk ik. Ja, die wilde graag wat zeggen. En als aanvulling daarop, John... Want Peter die vraagt ook, we hebben het dus net even gehad over het gesprek voeren op de werkvloer. Maar is het ook mogelijk om naast dus die gesprekken op de werkvloer beleid binnen bedrijven aan te scherpen door stakingen of werkonderbrekingen? Bijvoorbeeld door het afdwingen van duurzame energieleveranciers of investeren in energiebesparing. Dus we begonnen bij gesprek. Dat is heel belangrijk. Maar kan het ook een stap verder? In hoeverre... heeft het nut of kans om ook binnen de organisatie op kleinere schaal te staken? Dankjewel, Peter. Deze gaan we dan ook meepakken. Kijk, de wereld is niet zwart-wit. Hè? Het enige wat ik aan mensen wil meegeven, wees geen roepen in de woestijn. Dus zorg inderdaad voor dat je collega's gaat meekrijgen. Dus als je werkt in ieder geval. Hè? Dus je wil je collega's gaan meekrijgen op jouw punten, wat jij vindt over klimaat. Dan moet je het in mijn ogen nooit in het begin gelijk in de groep gooien. Vooral als je weet dat je echt tegenstanders hebt.
Er zijn altijd wel van die mensen. Een werkplek is niet een homogeen goed. Je hebt collega's die zijn voor voor een drastisch klimaatbeleid om klimaatverandering tegen te houden. En je hebt hele zware klimaatskeptici. Dat hebben we in de FNV ook. Maar op het moment dat jij één voor één je collega's spreekt, test, joh, waar sta jij, en je argumenten geeft, en je krijgt collega's mee in je discussie en je vormt een groepje, dan krijg je groepsdynamiek. En daar vandaan kan je het steeds verder, want dan sta je sterker en vanuit die groep breng je dat op de werkvloer. Dus de organizing tactiek, dat gaat veel verder. Misschien kunnen we eens een keer een sessie organiseren. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Daar kan ik uitgebreid over gaan. Maar ik denk dat dat wel een manier is. Wat Janneke zei, bij het koffiezetapparaat heb ik altijd de beste gesprekken. Ja. Dus ik zou daar beginnen. Dus nooit officieel gelijk doen. En, ja. Op het moment dat je mensen mee hebt. En dan kom ik gelijk op jou op de volgende vraag. Van, kan je ook in je eigen bedrijf dingen afdwingen? Ja, we hebben een heel actief FNV-kaderlid bij de gemeente Amsterdam. En die doet dat via de ondernemingsraad in dit geval. En die zorgt ervoor dat er klimaatneutraal... dat de gemeente Amsterdam steeds klimaatneutraler beleid voert. En dat zijn kleine overwinnetjes. Het is niet genoeg, maar het elke beetje helpt. Maar het maakt mensen ook bewuster van, ja, dit kunnen we met elkaar. En daardoor krijg je die samenhang. En als meer mensen dat zouden doen, bij de FNV hebben we ook zo'n werkgroep. Je gelooft het niet, als FNV hebben we nog echt een hele inhaalslag te maken. Van, joh, we hebben een mooi glazen dak, maar kunnen er ook zonpanelen op. Dus dat soort dingen allemaal. We moeten niet allemaal elektrisch gaan rijden. Ik weet dat daar een discussie over is in de klimaatbeweging. Of dat nou inderdaad wel schoon is. Maar weet je, dat soort discussies kan je gaan voeren met elkaar als meer mensen erachter staan. Ja, dus ja, er is heel veel mogelijk. Alleen hoe beter je georganiseerd bent op de werkvloer, hoe makkelijk het gaat. En durf je te beginnen niet op de werkvloer zelf. Ik wil zeggen dat bijna elke werkvloer heeft het wel. Maar we zijn verdeeld in sectoren. En elke sector heeft een sectorbestuur, een sectorraad. We hebben afdelingen vanuit de FNV. Daar kan je bij aansluiten. En dan vind je misschien sneller gelijkgestemden. Dus het is niet zo alleen van doe het alleen met je collega's. Maar organiseer je ook in de FNV. En maak die discussie ook daar. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. En dat is weer hetzelfde manier. Zoek eerst je medestanders. Als je samen sterk staat, als je een groepje hebt, dan kan je er ook wat meer op doen. En dan kan je inderdaad met flyers gaan werken, dat soort dingen. Zoals je ook zegt. Dus dat wil ik wel meegeven. Dankjewel, John. En inderdaad, er wordt ook in de chat aangegeven van, hey, via de koffiezetapparaat is er veel potentie. En tegelijkertijd, de urgentie is ook weer heel groot, reageert iemand. Dus laten we ook vooral proberen dat gesprek op meerdere lagen te voeren. Zowel persoonlijk als institutioneel. En dan hebben we alweer de laatste reactie op deze stelling. En die komt van Bram. Bram, ik ben heel benieuwd wat jij nog mee zou willen geven hierover. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende meningen. En ik denk dat het ook een beetje verschilt, doordat het in Nederland veel meer de gewoonte is dat als je activistisch bent, dat je ook direct meer met andere dingen je verbindt en dat je ook meer open bent over je... over je politieke kleur en wat je allemaal doet. Bijvoorbeeld met Janneke van Tegen Wilders, bijvoorbeeld. In België zou dat nood-don zijn en zou je daar direct op worden afgerekend. Dus in België is er bijvoorbeeld ook een klimaatcoalitie. Dat zijn alle klassieke NGO's en bewegingen en vakbonden en Noord-Zuid-organisaties die daarin zitten. En als laatste kleine toevoeging, ga ik dan nog even meedelen, hebben wij als Youth for Climate Belgium besloten om ons daar niet bij aan te sluiten, omdat we een beweging zijn en omdat wij dat zo vloeiend mogelijk willen blijven laten verlopen. We zitten wel mee in de vergaderingen, maar we zitten niet mee in het besluitsorgaan, omdat wij onafhankelijk willen blijven en een natuurlijke beweging willen zijn. Oké. Nou, ontzettend bedankt, Bram. En dit zijn dan alweer de laatste woorden voor dit panelgesprek. Het is inderdaad weer heel snel gegaan. En het was een interessant gesprek waar we echt van macroniveau naar microniveau zijn gegaan. Van het persoonlijke naar het institutionele. En het afwegen van risico's en hoe we uiteindelijk samen een vuist kunnen maken. En toch wel mooi dat de laatste stelling wat meer verschillende reacties opriep. Want daarin zie je dus ook precies waar en hoe we elkaar kunnen vinden in het verschil. Voor de mensen die aan het meekijken en mee luisteren zijn,
Vul alsjeblieft vooral de evaluatie in. Die komt via de mail achteraf naar jou toe. En mocht je een financiële bijdrage kunnen leveren, daartoe wordt ook de mogelijkheid geboden om deze panels mogelijk te maken. En over 2 weken hebben we een ander mooi panel en dat heet Repressief Klimaat. En dat zal gaan over hoe repressie door de staat en het bedrijfsleven invloed heeft op activisten en welke vormen van repressie aanwezig zijn, hoe daarmee om te gaan en wat je dan qua voorbereiding daaraan kunt doen. Dus dat is over 2 weken. Wees daar vooral bij, mis dat niet. En rest mij niks anders om de organisatie te bedanken, alle mensen achter de schermen die ontzettend hard werken, de brede coalitie die dit heeft georganiseerd en verschillende grassroots en NGO's die actief zijn. Dat is heel mooi om te zien. En Bram, John, Janneke, ontzettend bedankt voor je aanwezigheid en bijdrage. Voor de mensen die hebben meegekeken en meegeluisterd, dank voor het stellen van de vragen, het delen van ervaringen, meningen, het klappen virtueel. Dat is altijd heel leuk ook om te zien. En mijn naam is Kouter Bouchalix. Ik ben jullie host, volgende keer weer. En het is mijn genoegen om af te kondigen met muziek weer van The Beautiful Trouble Schwab. A choir. Dank jullie wel. Doeg! Laat de grote bloem wijken. De grote bloem wijken waar ze hoort. En het is onze Amsterdam, onze kant. Op de paardoen voedsel. De lucht en weer vol de kapitaal te maken. Door geen plannen. Thank you.